We zijn natuurlijk al een beetje op gang met Van Kinsbergen. Freek, hoe ver ben je nu? Ja, wat we nu hebben gedaan is het eerste bedrijf helemaal van begin tot eind doorgenomen. En het stuk telt twee bedrijven, dus vanaf volgende week gaan we bezig met het tweede bedrijf. En dan zijn we een stuk of 6-7 repetities mee bezig. En daarna gaan we alles aan elkaar plakken, zal ik maar zeggen. Nou, iemand als Van Kinsbergen, de man die de rol van Van Kinsbergen speelt, die heeft heel veel tekst. Dus die moet heel veel leren. Hij kent het nu al heel erg goed, dus chapeau. Maar er zijn meer mensen met tekst. Ja, en wat is dan ook alweer de tekst waar je op reageert? En wat zeg ik ook alweer precies? Ja, in dit stadium zijn mensen soms nog aan het zoeken. Maar ik ben echt niet ontevreden. Want het is soms lastig met schakelingen. We hebben verschillende speeltonelen. Ja, ik kan er eigenlijk nog niet te veel over zeggen. Dat mensen denken, wat? Waar gaat het over? Hoe werkt het precies? Maar we hebben verschillende punten waar er wordt gespeeld en er wordt soms tussen geschakeld. Ja, dan is het even van, oh, moet ik nu al of moet ik nog even, is dit al het moment? Nou ja, dat soort dingen, dat heb je nu heel sterk. En wat mooi was, de lijnen op de grond, hè, waar je daar zogenaamd aan de wal staat of uit een bootje stapt. Het is echt hilarisch om te zien, maar ook wel heel spannend, want ik denk van, hoe redden ze zich hieruit? Maar iedereen weet toch wel wat er van hem verlangd wordt. We hebben ook even een kijkje genomen van naar de kleding, want ik zag ook dat daar zijn ze al heel ver mee. Hoe loopt dat? Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik ben ongelooflijk blij met een aantal dames. En ze hebben het naaiatelier van 8081 genoemd. Daar ben ik echt super blij mee. Want dat zijn vrouwen die zijn al sinds een week of 4-5 bezig met... Nou ja, wat hebben we precies nodig? Hoe ziet iedereen eruit? Waar halen we dat vandaan? Wat moeten we zelf maken? Ik ben ontzettend blij met die vrouwen. Nou, zie je wel. Het komt allemaal goed, hè, zeggen ze altijd. Maar dat vraagt nog even wat tijd. Wat denk je zelf? Komt het allemaal op tijd af? Natuurlijk komt het allemaal op tijd af. Ja, want dit is de vijfde keer dat we een productie maken met Stichting 8081. En we hebben altijd een moment ergens gedurende de repetities dat we denken, oh, komt het wel goed? Maar het is heel gek, het komt toch uiteindelijk altijd wel weer goed. Ik zou zeggen, zet hem nog even op en dan succes nog. Dankjewel. Ik wil u graag introduceren aan de kadetten. Kadetten, lang leven admiraal Van Kinsbergen. Iedere piep, hoera! 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 Admiraal Van Kinsbergen. Vanzelfsprekend is het voor ons een ontzettend grote eer dat u hier vandaag bent. Zeker nu u zo druk bent met het opperbevel van de Nederlandse vloot. Voor deze kadetten is het een gebeurtenis die ze hun leven lang niet meer zullen vergeten, omdat ze oog in oog komen te staan met de grootste zeeheld die Nederland rijk is. Ik was klaar. Dat wist ik nog niet. Misschien zei ik niet helemaal letterlijk wat erin. Nee. Hartelijk dank voor uw vleiende woorden. Maar geloof me, de eer is geheel mijnerzijds. Eindelijk is er een instituut waarin onze jonge mannen worden opgeleid tot sterke, stoere zeelui. Maar dat zijn jullie toch, man, hè? Jullie zijn toch die keiharde zeebonken waarop ons mooie land kan vertrouwen? Ja. Jullie verdedigen toch onze kust? Daarbij onze steden, onze huizen, ons vee? Ja. Wij verpletteren elke tegenstander. En vooral die nare Fransozen. Ja, laat ze maar komen. Een stelletje knoflookvreters. Hè? Maar als ze die steenbieren nou, we slaan ze allemaal op hun bek. Juist. Ben ik even blij dat u er bent, admiraal. Dank u wel. Juist, goed. Zal ik mijzelf aan de stoel begeleiden? Ja. Zal ik dat weer eens vergeten? Dat soort zaak, allemaal één vraag. Juist ja, Roelof. Wie ik? Oh, goed. Dank u wel. Ja, goed. Meneer van Kinsbergen. Meneer van Kinsbergen. Kinsbergen. Ja. Zeg het maar, Roelof. Hoe heet u mijn naam? Is dat de vraag die je aan de admiraal wilde stellen, Roelof? Ja. Nee. Goed, ja. Meneer van Kinsbergen, als u nou zou mogen kiezen, hè? Ja, Roelof. Hoe weet hij nou toch? Het is echt... Roelof, stel je vraag. Ja, goed, sorry. Als u nou zou mogen kiezen, hè?
Wat eet u dan liever? Vlees of vis? Ja, ik vind dat zo'n moeilijke keuze. Wat een moeilijke vraag. Een belangrijke vraag. Ik denk zeekoe. Wat? Zeekoe. Zeekoe is vlees nog vis. Het is eigenlijk van alles wat. Het is vooral voor mensen die geen keuze kunnen maken.